الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخا فادر مت كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وزين بينا خفومة عن تأيند فان البوك عند الشرايفر is nog steeds bezig met het opnoemen van zaken en uitspraken die het tawhid verzwakken of beschadigen of die de iman van een gelovige verzwakken. Uitspraken en daden, want daar gaan de meeste hoofdstukken van dit boek over. En deze hoofdstuk heeft te maken met de vorige hoofdstuk waar we het hebben gehad over het zweren. En dat yani, inhoudt het eren van Allah subhanahu wa ta'ala, ta'zimullah azza wa jal. Vandaar dat als je zweert, dat je moet zweren bij Allah subhanahu wa ta'ala. En als iemand zweert, dat je het ook moet geloven. Dat je hem moet geloven. Want hij gebruikt de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zweert bij Allah subhanahu wa ta'ala. En deze hoofdstuk, die daarna, die gaan yani, daar verder op in. Dit gaat over ma jaa fi dhimmati Allahi wa dhimmati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. En het dhimma, daar worden mee, yani, verbonden mee bedoeld. Afspraken, verbonden, verdragen. Dat is dhimma, een verbond die je afsluit met iemand. Een soort belofte yani, die je maakt tegenover anderen, tegenover yani, een ander. Tayyib. Allah zegt in de Koran: wa ofu bi ahdi Allahi idha ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidha. Deze vers in Surat al-Nahl. En vervul het verbond van Allah als jullie een verbond hebben gesloten. En breken jullie eden niet nadat jullie ze bekrachtigd hebben. En zeker, jullie hebben bij Allah. En zeker, jullie hebben Allah aangewezen voor jullie veiligheid. Waarlijk, Allah weet wat jullie doen. Yani, Zimmatullah azza wa jal. Wa zimmatul nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wat we net zeiden. Dat is yani het verbond. Een verbond. En dat is eigenlijk. Lijkt op. Yani het zweren. In enkele opzichten lijkt dat op. Het zweren. Deze verbond. Deze moet je nakomen. Deze belofte die je gemaakt hebt. Die moet je nakomen. En elke belofte die je maakt. Moet je nakomen. Maar wanneer iemand een belofte maakt en hij noemt daarbij Allah zijn naam, dan is dat nog erger dan het niet nakomen van deze verbond is nog erger dan wanneer iemand een verbond maakt van zichzelf. Wanneer hij geeft een belofte aan iemand en hij komt hem niet na. En dat is ook erg, maar als hij ook nog de naam van Allah subhanahu wa ta'ala daarbij noemt, verbond van Allah subhanahu wa ta'ala, en hij komt deze niet na, dan is dat yani, een grote zonde. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani, heeft afgeraden om het verbond van Allah subhanahu wa ta'ala te geven aan iemand. Dhimmatullah of dhimmatul rasool. Hij heeft verboden om deze te geven aan iemand. Dat blijkt uit de volgende hadith die de schrijver heeft opgenoemd. Hij zegt: An Buraida qaal, kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha ammara amiran ala jayshin aw sariyatin أوصاه بتقوى الله ومن وبمن معه من المسلمين خيرا فقال أغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من ديارهم أو من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يهاجروا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. لديزا يعني لان حديث بريدة رضي الله عنه، waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: als iemand van jullie, of als de profeet sallallahu alayhi wa sallam een leider, yani een naam van een leger, als hij een leger stuurde om te strijden, of een deel van een leger, dan gaf hij of zette hij een van hun als leider. Een van hun was dan leider van die leger. En die leider van die leger, die gaf hij advies. Hij gaf hem, yani advies, dat hij Allah subhanahu wa ta'ala moest vrezen. Awsahu bi taqwa Allah. Dat deed de profeet sallallahu alayhi wa sallam altijd als hij iemand, of als iemand op reis ging, of specifiek bij de leiders van de legers. Hij gaf ze yani advies en raad om Allah subhanahu wa ta'ala te vrezen. En ook om goed te zijn voor degene die onder hun zijn. Yani onder zijn, yani zijn soldaten. Dat hij goed voor hen moet zijn. En dat hij het voor hen makkelijk moet maken. En voor hen niet moeilijk moet maken. En hij zei tegen hun: Ughzu bismillah. Yani strijd in de naam van Allah. En vertrouwend op Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sabilillah. Strijd voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de strijd, de jihad, is niet voor yani wereldse zaken. Maar is voor fi sabilillah. En yani voor de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom is de voorwaarde dat de jihad wordt gedaan met ikhlas. Als iemand dat doet, doet hij dat als eerste met ikhlas. Voor Allah subhanahu wa ta'ala. Voor de zaak van Allah. Omwille van Allah. Zodat Allah zijn woord het hoogste wordt of blijft. En niet om een wereldse zaak. En ook niet om te laten zien dat je sterk bent. Of iets anders. Tayyib. Qatilu man kafara billah. Qatilu man kafara billah, tijdens jihad, yani wordt de moslim opgedragen om terug te vechten, yani om degene die ongelovig zijn, yani te bestrijden. Qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghullu. En daarna bevestigde of benadrukte de profeet sallallahu alayhi wa sallam het weer. Ughzu, yani strijd op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, voer oorlog op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la taghullu. La taghullu betekent hier, yani hij verbiedt het hun om te nemen van de oorlogsbuit zonder of voordat die wordt verdeeld. Al-ghulul is eigenlijk het stelen van de oorlogsbuit voordat het wordt verdeeld. Dat is yani een grote zonde. Wa la taghullu wa la taghdiru. Al-ghadr is eigenlijk, zeg maar, verraden of als je iemand een belofte yani, doet, dat je die belofte niet nakomt. Wala taghdiru, wala tumathilu. En ook is het verboden om tijdens een oorlog om te verminken. Yani, verminken is bijvoorbeeld als iemand heeft gegijzeld, dat hij hem verminkt. Dat hij bijvoorbeeld yani, zijn oor weghaalt, of zijn neus, of zijn oog, of iets anders. Dat is verminken. Dat is verboden tijdens yani, een oorlog, ook al doet de vijand dat. Het is verboden om te verminken. Wala taqtulu walida. En je mag ook geen yani, kinderen en kleine doodmaken. En ook geen vrouwen. En ook geen monniken. Yani, al diegenen die niet zeg maar, strijdt. En die geen oorlog voert. Die mag je niet bestrijden. Dat zijn kinderen en vrouwen en monniken. Die zitten in hun. Die zijn bezig met hun aanbiddingen. Dus dat zijn allemaal zaken die verboden zijn. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als een leider, als een leger ging, of een deel van een leger, yani een oorlog ging voeren, of de vijand zou tegenkomen, gaf hij hun deze advies. Dat ze Allah moesten vrezen. En dan deze advies die hij dan gaf aan hun, zodat zij yani, niet de verboden zaken verrichten. En hij zei, als jij je vijand tegenkomt van de ongelovigen, als je hem tegenkomt, yani, je komt elkaar tegen, voordat je hem bestrijdt,
Fad'uhum ila thalathati khisal. Voordat je de strijd aangaat, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als er sprake is van een jihad, voordat je de strijd aangaat, moet je hen eerst uitnodigen. Hij zegt tegen hen van, voordat jullie de strijd aangaan, nodigen ze eerst uit naar drie dingen. Drie zaken. Als ze een van deze zaken accepteren, dan moet je hen niet bestrijden. De eerste van deze drie zaken is, Fad'uhum ila thalathati khisal, fa'ayyatuhunna ma ajabuka, faqbal minhum wa kuffa anhum. ثم ادعوهم الى الاسلام. Hij zei als eerste, yani, nodig ze uit naar de islam. Nodig ze uit naar de islam. Want als ze dat accepteren, dan hebben ze dezelfde rechten als de moslims. En dezelfde plichten. En dezelfde plichten, dezelfde rechten en dezelfde plichten. Tayyib, als ze dat niet accepteren, bijvoorbeeld ze willen dat niet. Want zoals ik net zei, de strijd, de jihad, is er niet voor wereldse belangen. Is niet voor wereldse belangen. Maar de jihad is er om het woord van Allah subhanahu wa ta'ala het hoogste te laten blijven. En dat de mensen Allah kunnen aanbidden zonder dat ze worden tegengewerkt door niemand. Zonder dat ze worden bestreden of tegen worden gewerkt of tegen worden gehouden. Dat is het doel van de jihad. En niet voor wereldse belangen of voor land of voor iets anders. En het is ook niet de bedoeling dat de mensen worden verplicht om moslim te zijn. Dat ook niet. Waarom niet? Omdat in de hadith staat van, als hun deze voorwaarden niet accepteren, islam, als de islam niet accepteren, vertelt ze dan dat ze el jizya moeten betalen. Als ze islam niet accepteren, vertelt ze dan dat ze yani, el jizya moeten betalen. Tayyib, el jizya moeten betalen. Wat is el jizya? Salaam alaikum. El jizya dat is een soort belasting. Die de ongelovigen betalen aan de islamitische leider als zij leven in islamitisch land. Als zij leven onder zijn macht, onder zijn gezag, dan is er iets wat de jizya heet, wat ze betalen aan hun soort belasting. En dat betaalt alleen maar de man verantwoordelijk en aan de hand van zijn inkomen en dergelijke. Wat krijgt hij daar voor terug in ruil? Bescherming. Zo iemand is dan dhimmi geworden. Dhimmi betekent van dat hij wordt beschermd door de islamitische leider. Hij wordt beschermd, niemand mag aan hem, niemand mag zeg maar, zijn geld en zijn bloed en dergelijke, is verboden voor de mensen. Hij krijgt de bescherming voor terug. En daarnaast, de moslims, die betalen zakah, jaarlijks. En zo'n dhimmi, die betaalt dat niet. Die betaalt geen zakah aan de staat. Aan de kas eigenlijk. Want zoals jullie weten, de islamitische staat of kas bestaat niet uit belastingen. Bestaat uit andere inkomsten. Belastingen bijvoorbeeld, andere belastingen zoals die nou worden geheven in heel veel landen. Zoals eigenlijk nu overal, bijna. Dat is niet islamitisch. De inkomsten voor Baitul Maal is onder andere jizya en het zakah. Zakah is ook een van de inkomstenbronnen. Maar het jizya en andere dingen, ghanima. Ala kulli hal. Dus de moslim betaalt 20% yani zakka voor zijn inkomen, voor zijn vermogen. En zo'n dhimmi, die niet de islam wil accepteren, die blijft op zijn geloof, die betaalt de jizya. En daarvoor krijgt hij bescherming terug van de leider. Tayyip, als hun dit niet willen accepteren, als dat niet wil, dus ze willen geen islam accepteren en geen jizya accepteren, dan pas worden hun bestreden. Dan pas yani, vindt de oorlog plaats. Dan vindt de oorlog plaats. Ze willen zich niet overgeven. En dan yani, vindt el jihad plaats. En daarom zei de profeet ook van. Fa'inhum abo. Fasta'in billah. Uqatilhum. Als ze dat niet willen. Yani, vertrouw op Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, en bestrijd ze. Tayyip, daarna zei hij. Wa idha hasarta ahla hisnin. Fa'aradu an taj'ala lahum dhimmata Allahi wa dhimmata nabiyihi. Hier gaat het eigenlijk om. Deze hoofdstuk gaat niet over de jihad. Maar gaat over deze zin die in deze hadith voorkomt op deze plek. Als de profeet, hij zei tegen hun van, als jullie yani, een bepaalde groep yani, omsingelen, en jullie hebben hun omsingeld, en zij vragen voor jullie, of zij willen dat jullie hun belooft, dat jullie hun beloven, en dat jullie hun het verbond van Allah geven, of het verbond van de profeet geven, hij zei, geef hun niet het verbond van Allah en het verbond van de profeet. Maar geef hun jullie eigen belofte.
Want een belofte die jullie doet, die jullie doen voor Allah of voor de profeet, jullie kunnen die breken. Want dat zijn mensen en sommige van hen kunnen misschien, hebben misschien niet voldoende kennis of iets anders. Een verbond, die kunnen ze verbreken. Als ze een verbond verbreken die ze zelf zijn aangegaan, is het makkelijker dan een verbond breken die ze zijn aangegaan van Allah subhanahu wa ta'ala, van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus hij zei tegen hun, het verbreken van beloftes en verbonden is sowieso verboden. Maar dit is makkelijker dan het ander. Of het een is erger dan het ander. Vandaar dat hij zei van, geef hun niet het verbond van Allah of het verbond van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar geef ze jullie verbond. Jullie moeten hun een belofte geven. Yani, veiligheid en zo. Veiligheid wat hiermee bedoelt. En dat het makkelijker is dat jullie eigen verbonden verbreken dan het verbond van Allah subhanahu wa ta'ala. Want als ze bijvoorbeeld het verbond van Allah en de profeet geven en die wordt verbroken door iemand, dan is dat een dan schaadt dat de islam. Dan schaadt dat, ja nee, de islam. Maar als bijvoorbeeld iemand zijn belofte verbreekt, dan schaadt dat hemzelf. Hij wordt daarmee beschadigd, maar niet de islam. En niet zeg maar de religie, waardoor de mensen wegblijven van de islam als bijvoorbeeld zulke verbonden worden geschaad. Dus, of verbroken. Dus vandaar dat de schrijver deze hadith heeft opgenoemd. En deze lange hadith heeft opgenoemd. Op deze plek. Om deze reden. Ma ja'a fi dhimmatillah. Hij zei. Fala taj'al lahum dhimmatallah. Wa dhimmata nabiyihi. Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik. Fa innakum an taghfiru dhimmamakum. Wa dhimmata ashabikum. Ahwanu min an taghfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Dus wat betreft verbonden en beloftes, die zijn verplicht om na te komen. En dit niet nakomen van deze afspraken en beloftes en verbonden, is een vorm van zwakke iman. Dat beschadigt of verzwakt de iman en beschadigt het tawhid. Vooral als deze verbond wordt gegeven, yani, voor Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, het verbond van Allah, als die wordt gegeven, yani, dan is het helemaal een grote zonde als die wordt verbroken. طيب, daarna zei de schrijver: Ma ja'a fil iqsam 'ala Allah. Ma ja'a fil iqsam 'ala Allah. Ook deze. Of deze hoofdstuk, dit onderwerp, gaat ook over verbintenissen en over yani, het zweren, zoals de vorige, voorgaande hoofdstukken. Maar het lijkt erop, maar het is niet yani, hetzelfde. Maar ja, fil iqsam ala Allah. Al iqsam ala Allah betekent van dat iemand zweert. Hij zweert yani, bij Allah subhanahu wa ta'ala dat Allah wel iets doet of Allah iets niet doet. En hij zweert, hij zegt, Wallahi, Allah gaat het wel doen. Of Allah gaat dat niet doen. Dat is yani iqsam ala Allah. Dus zweren. Zweren yani, bij Allah dat hij iets wel doet. Of iets niet gaat doen. En yani, wat is het oordeel hiervan? Over het algemeen is het verboden. Je mag niet zweren. En beweren dat Allah iets wel doet. Of iets niet zal doen. Behalve als Allah subhanahu wa ta'ala over iets bericht heeft gemaakt. Melding heeft gemaakt dat hij bijvoorbeeld shirk bijvoorbeeld niet vergeeft. Allah vergeeft geen shirk. Dus je mag zweren. Je zegt Wallahi, Allah zal shirk niet vergeven. Als iemand sterft op shirk, dan mag je zweren. Want Allah subhanahu wa ta'ala daar melding van heeft gemaakt. Dus dingen waar Allah melding van heeft gemaakt, dat het wel zo is of dat het niet zo is, mag je zweren dat Allah het wel zal doen. Dat Allah het wel gaat doen. Of dat Allah het niet gaat doen. Sterker nog, dit is een vorm van iman. Dit is een vorm van iman wanneer je zweert. Dat Allah bijvoorbeeld iets heeft gezegd. En je zweert, ja niet. En dan maak je het echt, dan benadruk je het, dat het waar is. Dat is geen probleem. Dat mag. Maar dat je zweert bij Allah subhanahu wa ta'ala dat hij iets wel doet of iets niet doet. En daarmee eigenlijk hoogmoedig bent. Of daarmee denk je dat je, yani, zomaar, daarmee denk je dat Allah subhanahu wa ta'ala yani, naar jou gaat luisteren of iets anders. Dat is verboden. Yani als daarbij hoogmoedigheid, want de mensen moeten nederig zijn tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. De moslims moeten nederig zijn tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam,
in hadith die de schrijver heeft opgenoemd. Hij zei aan Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu qaal. Qaal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qaal rajulun wallahi la yaghfirullah li fulan. Faqaal Allah azza wa jal. Man dha alladhi yata'alla alay an la aghfira li fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Rawahu Muslim. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وأخراه. ديزا حديث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه عزادة البروفيت صلى الله عليه وسلم فكلارد دات إيمان زاي إيمان هاي زاي الله زال دي ان دي يعني برسون نيت فرخيفن يعني هاي زاي والله الله En hij zweerde bij Allah dat hij die en die persoon niet zou vergeven. En daarop zei Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zei, wie is hij die beweert over mij? Wie is hij die beweert over mij dat ik geen vergeving zal schenken aan die en die? Daarna zei hij, ik heb die en die vergeven. Of ik heb de vergeving geschonken aan die en die. En ik heb zijn zondes vergeven. En ik heb die andere ik heb voor die andere heb ik zijn daden yani ongeldig gemaakt. De andere die ging zweren. Allah subhanahu wa ta'ala maakte zijn daden ongeldig. Deze hadith staat ook in andere overleveringen. Zoals in Sahih Muslim, maar ook in andere overleveringen. Waaruit blijkt dat deze, dat waren twee mannen uit het volk van Israël. Uit Bani Israël, yani de kinderen van Jacob. Dat waren twee mannen die waren yani broeders van elkaar. Of broers van elkaar. En de een was iemand die Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaamde. Was iemand die Allah aanbad. En de ander was een zondaar. De ander was een zondaar. En hij verrichtte zonde. En degene die altijd Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaamde, die kwam die ander wel eens tegen. En hij was aan het zondigen. En steeds als hij hem tegenkwam, keurde hij het af. En waarschuwde hij hem. Steeds als hij hem tegenkwam, deed hij dat. En op een dag kwam hij hem tegen weer. En hij was bezig met een zonde. En die persoon, die goede dienaar, hij kwam naar hem toe. Hij kwam weer tegen. En hij keurde weer de zonde af. En die zondaar, hij zei tegen hem, hij zei, laat mij gaan. Hij zei, laat mij gaan. Hij zei, heeft Allah jou gestuurd om mij, yani, om alleen mij in de gaten te houden? Yani, ben jij alleen maar gestuurd om mij in de gaten te houden? Hij had hem boos gemaakt. Dus hij zei tegen hem van, laat mij gaan. En Allah heeft jou niet gestuurd om mij, te controleren. En die goede dienaar, yani, die werd boos. En hij zei tegen hem deze woorden. Hij zei, wallah, hij zweerde bij Allah. Hij zei, Allah zal jou niet vergeven. Yani, Allah zal jou niet vergeven. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft het gehoord natuurlijk. En hij zei toen van, wie beweert over mij? Of wie zweert over mij van... En hij zei toen van, ik heb deze persoon vergeven. En hij gaat naar het paradijs. En ik heb jouw daden onvruchtbaar gemaakt. En jij gaat daarmee naar de hel. Dus het zweren bij Allah subhanahu wa ta'ala dat hij wel iets doet of iets niet gaat doen, is niet toegestaan. Is verboden. Vooral als dat gepaard gaat met hoogmoedigheid. Of gepaard gaat met dat iemand denkt dat hij yani, het al heeft bereikt. Of dat hij denkt dat Allah subhanahu wa ta'ala naar hem zal luisteren. Hij denkt dat Allah subhanahu wa ta'ala yani, datgene zal doen waar hij voor heeft gezworen. Dat is als het gepaard gaat met het kibr en met het ujub. Dat iemand yani, denkt dat hij er al is. Dat hij yani, een positie heeft bereikt dat Allah subhanahu wa ta'ala naar hem luistert. Dan is dat yani, een grote zonde. En dat is verboden als iemand... dat is verboden om zulke uitspraken te zeggen. Want Allah subhanahu wa ta'ala, hij is degene die bepaalt. En niemand hoeft te zweren voor hem dat hij iets gaat doen of dat hij yani, iets niet gaat doen. En Allah azza wa jal, als hij wil, yani vergeeft hij iemand, ook al heeft hij zoveel zondes gedaan, zolang die geen shirk heeft gepleegd. Als iemand geen shirk heeft gepleegd, ook al heeft hij zoveel zondes gepleegd die niet vallen onder shirk, Allah subhanahu wa ta'ala kan hem daarvoor vergeven. Zoals in hadith staat van, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Hij zegt van, Allah zegt in de hadith Qudsi, O zoon van Adam, als je naar mij toekomt, yani, je komt mij tegen, en je hebt een wereld vol zonde, maar je hebt geen afgoderij gepleegd. Hij zei,
met deze voorwaarde dat hij geen afgoderij heeft gepleegd. Hij zegt dan dat hij hem zal vergeven. Of dat hij yani, hem zal toekomen met een wereld vol aan vergeving. Met een wereld vol yani, aan vergeving. Dus yani, dat iemand zondigt, betekent niet dat Allah subhanahu wa ta'ala hem daarvoor niet kan vergeven. Of dat Allah subhanahu wa ta'ala hem nooit zal vergeven. Dat is niet, yani, dat is niet zo. Plus, Allah subhanahu wa ta'ala is degene die bepaalt. Hij bepaalt, en niet de mensen. Dus iemand mag niet tegen een ander zeggen van, yani, Allah vergeeft jou niet. Want zulke uitspraken zijn gevaarlijk. Want zulke uitspraken, dat is eigenlijk iets beweren voor Allah subhanahu wa ta'ala. Of net of je Allah subhanahu wa ta'ala verplicht om iets wel te doen of iets niet te doen. Zulke dingen, zulke uitspraken zijn niet toegestaan. En zulke uitspraken, zit ook een vorm van hoogmoedigheid in. Een vorm van, yani, hoogmoedigheid. Vandaar dat het ook, yani, verboden is. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, yani, in deze hadith, dat Allah zei over diegene die dat zei, dat hij zei, wa ahbattu amalak. Yani, een van de, zeg maar, het resultaat van deze woorden was dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn daden ongeldig heeft gemaakt. Dus daarom zei Abu Huraira radiyallahu anhu, Abu Huraira sahabi, hij zei over deze persoon, hij zei, takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa ukhra wa akhiratuh. Hij zei, deze persoon heeft een woord uitgesproken. En deze woord heeft zijn wereld en het hiernamaals vernietigd. En in deze woorden die hij zei, één zin. Hij zei, wallahi, Allah zal jou niet vergeven. Abu Huraira zei, hij zal te kellen bij kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu. Hij zei, hij heeft een woord uitgesproken dat zijn wereld en zijn hiernamaals, zijn akhira heeft verziekt en heeft vernietigd. Deze woorden die hij heeft uitgesproken. En deze hadith is ook een bewijs dat iemand yani, vergeven kan worden door de woorden van iemand anders. Deze persoon is vergeven doordat die andere yani, hem heeft beschuldigd of hem heeft zeg maar, deze woorden over hem heeft uitgesproken. Dat Allah subhanahu wa ta'ala hem niet vergeeft. En hiermee is hij vergeven. De profeet zei van, of Allah zei hier van, laqad ghafartu lahu wa ahbadtu amalak. Hij heeft hem daardoor vergeven. Dus wat, waar het hier om gaat, is dat, dat een gelovige niet zomaar zijn tong moet laten spreken zonder dat te wegen wat hij yani, wil gaan zeggen. Want iemand kan wat zeggen en dat kan hem yani, in de hel laten dalen. Zoals staat yani, in hadith dat iemand een woord kan uitspreken en hij kan daardoor in de hel vallen zo ver als het oosten, zo ver als de afstand tussen het oosten en het westen. En dat hij zo ver in de hel valt, zo ver als de afstand tussen het oosten en het westen. En in een andere overlevering, 70 kharifa, dat hij 70 jaar zeg maar blijft vallen in de hel door een woord die hij uitspreekt, door een woord of een zin die hij uitspreekt, maar die gevaarlijk is. Vandaar dat wij moeten uitkijken dat, waar we mee spreken. En daarom de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een andere hadith. Hij zei, wie van jullie mij zijn tong garandeert. Yani wat tussen zijn kaken is garandeert. En wat tussen zijn yani, benen is garandeert. Yani zijn tong en zijn geslachtsdeel. Wie mij dat garandeert. Dat hij daar geen verboden dingen mee doet. Hij zei, voor hem garandeer ik het paradijs. Yani wie zijn tong voor mij garandeert. Voor hem garandeer ik het paradijs. Yani, als je je tong goed in de gaten houdt en niet zomaar spreekt, dan, en alleen maar het goede daarmee spreekt, dan zal Allah, dan behoor je tot diegene voor wie het, de profeet sallallahu alayhi wa sallam in het paradijs heeft gegarandeerd. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Mu'ad radiyallahu anhu, toen hij zei tegen hem, kuffa alayka hada. Hij zei tegen Mu'ad radiyallahu anhu, van hou je tong in de gaten, of pas op voor je tong, kijk voor je tong. Toen zei Mu'ad radiyallahu anhu, hij zei, zullen wij afgerekend worden, of zullen wij beoordeeld worden voor al datgene wat we zeggen? Dat zei Mu'ad tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toen hij tegen hem zei, pas op je tong.
Pas op je tong. Hij zei, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih. Zullen wij yani, afgerekend en beoordeeld worden voor al datgene wat we zeggen? Toen zei de profeet tegen Mu'ad. Hij zei, takilatka ummuka ya Mu'ad. Takilatka ummuka ya Mu'ad. Dat is een gezegde in het Arabisch. Waar ze, wat eigenlijk letterlijk betekent van, was je maar niet geboren. Ya Mu'ad. En hij zei, toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wa hal yakubbu an-nas. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم عزيزي تخ معاد إس نيت زو ضد المنسة يعني the hell zullen binnentreden يعني op hun gezichten يعني dat hun gezichten als eerst gaan of met hun tong als eerst يعني dat dat als eerste naar binnen zal treden dat ze op die positie de hel zullen binnentreden. Dat duidt op het gevaar van de tong. Dat de tong uitspraken kan doen die hem, die zijn dunya en zijn akhira kunnen vernietigen. Waardoor alles yani, verloren gaat. En omgekeerd ook, iemand kan zijn tong gebruiken voor het goede. Zoals de profeet heeft gezegd, als hij dat gebruikt voor iets goeds, dan wordt voor hem, dan garandeert de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor hem yani het paradijs. Inna rajul la yatakallamu bi kalimatin. Of tekenen bij kelimet in Obaqad Dunyahu wa Ukhra. Tayyib. Dan is het schrijver, Bab. La yustashfa' billahi ala khalqihi. La yustashfa' billahi ala khalqihi. Deze hoofdstuk ook gaat over. Dat iemand yani, bij Allah subhanahu wa ta'ala vraagt, of dat hij vraagt van Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij bemiddelt bij iemand van zijn schepselen. Yani, het vragen van Allah of hij voor jou wil bemiddelen bij iets wat je wil bereiken. Dat is yani, een uitspraak die verboden is. Dat is misschien iets wat je niet kan voorstellen nu, maar de hadith die duidt erop, die we gaan opnoemen. De profeet zei van, of in de hadith staat van, An Jubair ibn Mut'im, An Jubair ibn Mut'im, radiyallahu anhu, qaal, Ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqala ya Rasulallah, nuhikat al-anfus, waja'a al-iyal, wahalakat al-amwal, fastasqi lana rabbak, fa'inna nastashfi'u billahi alayk, fa'inna nastashfi'u billahi alayk. وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود هذا حديث overgeleverd door Jubair ibn Mut'im رضي الله عنه dat hij zei. Hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of dat een Bedouin na de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam. En hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, een Bedouin, dat is iemand die woont op het platteland. En niet iemand die in de stad woont. Dat is een Bedouin. En deze wordt in het Arabisch A'rabi genoemd. A'rabi. Dat zijn Bedouinen. Die optrekken, die over het algemeen niet in de stad wonen, maar in het platteland. En deze Bedouinen zijn meestal mensen die weinig kennis hebben. Dat is yani meestal bij Bedouinen, omdat in zulke dorpen of in zulke, op zulke plekken weinig kennis is. En hun aard is soms ook meestal misschien hard of iets anders. Ala kulli hal, deze Bedouin, hij kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei tegen hem, ja Rasulallah. Hij zei, o boodschapper van Allah. Hij zei, de mensen zijn verzwakt. De mensen zijn verzwakt. En gezinnen verhongeren. En de rijkdom is vergaan. En de rijkdom hier wordt mee bedoeld. Yani het vee, de koeien en de schapen en de kamelen. De rijkdommen zijn vergaan. Hij zei tegen hem, dus vraag uw Heer ons enige regen te sturen. Hij zei, vraag aan Allah subhanahu wa ta'ala of hij regen wil sturen. Dus hij vraagt in principe aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam om een smeekbede te doen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala regen gaat neerdalen. Want de mensen zijn verzwakt. Doordat ze weinig te eten hebben, zijn ze verzwakt. En de gezinnen en de kinderen zijn verhongerd door weinig eten
weinig yani, landbouw en dergelijke. En de vee kan ook niet grazen. Dus yani, alles is verzwakt en sommige dingen zijn vernield of verloren gegaan. Hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, vraag jouw heer om regen te laten neerdalen. Vraag jouw heer ons om regen te sturen. Dan zei hij tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, we zullen de bemiddeling van Allah, hij zei, laat jouw heer ons enige regen sturen. En wij zullen de bemiddeling van Allah zoeken bij jou. En die van jou bij Allah. En hier gaat het om, deze woorden die hij gebruikte. Hij zei, we zullen de bemiddeling van Allah subhanahu wa ta'ala zoeken bij jou. En die van jou bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'ni, wat hij bedoelde is van, hij zei van, we vragen Allah om te bemiddelen voor ons, dat jij voor ons het dua gaat doen. Kijk, bemiddelen is meestal wanneer je iets bereikt wil hebben. Je wil iets bereiken, dan laat je iemand bemiddelen, die dan dat voor jou kan, dat zeg maar, kan verwezenlijken. Dus eigenlijk een soort iemand die daartussen komt. Dat is bemiddeling. Dus deze Arabi, deze Bedouin, hij zei van, wij vragen Allah om te bemiddelen bij jou. Zij laten Allah bemiddelen bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zodat de profeet het dua wil doen, het dua gaat doen. Dat was de bedoeling van deze Bedouin. En hij zei, wij laten jou bemiddelen, omgekeerd ook, wij laten jou bemiddelen, wij bemiddelen door jou bij Allah subhanahu wa ta'ala. Taba'an, deze woorden, vooral de eerste deel hiervan, wij laten Allah bemiddelen bij jou, zodat jij het dua voor ons gaat doen, is natuurlijk niet toegestaan. Allah subhanahu wa ta'ala wordt niet gebruikt om te bemiddelen. Want Allah bepaalt wat er gebeurt. Als Allah iets wil, dan gebeurt dat. Dus wij mogen niet zeggen van, wij laten Allah bemiddelen om iets tot stand te laten komen. Want Allah subhanahu wa ta'ala, hij is de bezitter. En hij is de schepper. Hij bepaalt wat er gebeurt. Als hij iets wil dat het gebeurt, dan gebeurt dat. En als hij wil dat iets niet gebeurt, gebeurt dat niet. Dus wij kunnen niet zeggen van, we laten Allah subhanahu wa ta'ala bemiddelen. Vandaar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij dat hoorde, zei hij subhanallah. Hij zei twee keer subhanallah, niet twee keer. Hij herhaalde steeds subhanallah, subhanallah, subhanallah. En subhanallah betekent tenzih, tenzih. Tenzih betekent yani, dat je Allah subhanahu wa ta'ala vrijmaakt. Het vrijmaken van Allah van alle tekortkomingen. Van alle tekortkomingen en alle zaken die niet passen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En tot die zaken die niet bij hem passen, is wat die Bedouin zei. Hij zei van, we laten jou bemiddelen. We laten Allah subhanahu wa ta'ala bemiddelen bij jou. Yani dat Allah bemiddelt bij iemand van zijn schepping. En dat is natuurlijk yani, iets wat niet kan. Want Allah subhanahu wa ta'ala, hij is degene die bepaalt. Hij is de schepper. En als hij iets wil, dan gebeurt dat. Als hij tegen iets zegt, wees, dan is het er. Als hij iets wil, niemand kan dat tegenhouden. En als hij iets niet wil, niemand kan dat yani, laten doorgaan. Allah subhanahu wa ta'ala is degene die bepaalt. En degene die alles in wiens handen de heerschappij is. De heerschappij van alles is in zijn handen. Dus al zijn schepselen zitten in zijn handen. En hij doet wat hij wil. En niemand hoeft hem toestemming te geven. En hij is degene die toestemming geeft als er iets yani, moet komen. Vandaar dat toestemming of dat bemiddelen via Allah subhanahu wa ta'ala iets is wat niet kan. En wat iets is wat eigenlijk een strijd is, als iemand dat gelooft, yani met het tawhid. Vandaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze uitspraak ook verwierp van deze Bedouin. Maar de andere uitspraak, of de tweede gedeelte van die uitspraak die hij zei, die klopt wel. En hij zei, en wij zoeken bij jou, hij zei, en we zoeken, of we laten jou, we willen dat jij bemiddelt voor ons bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat mag. Je mag bijvoorbeeld een levende, kan voor jou bemiddelen bij Allah subhanahu wa ta'ala in die zin dat hij het dua doet. Want bemiddeling hier zo, wordt mee bedoeld het dua. Want ze wouden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ze wouden van hem dat hij het dua deed. Dus dat klopt wel, dat mag. Je mag tegen iemand zeggen die leeft, die jou hoort. Je mag tegen hem zeggen van, doe voor mij het dua bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is geen probleem. De profeet sallallahu alayhi wa sallam,
Zei dat ook tegen Omar radiyallahu anhu. Toen Omar vertrok voor de hajj of de umra. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem. Hij zei tegen hem van, vergeet ons niet in jouw dua. En hij vroeg Omar om voor hem het dua te verrichten. Omar die verrichtte, moest het dua verrichten voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus het vragen van het dua van iemand die levend is, is toegestaan. En het dua is een vorm van bemiddeling. Want dat wouden ze van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ook in de tijd van de sahaba, radwanallahu alayhim, als zij, zeg maar, als, toen de profeet overleden was, als de regen lang niet viel, als de regen lang niet viel, dan deed zij dua al-istisqa, of salat al-istisqa, het vragen van regen. En dan vroegen ze aan Abbas, Abbas, de oom van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei dan van, we bemiddelden, in de tijd van de profeet, deden ze dat bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar de profeet is nou overleden. En van een overleden persoon mag je niet vragen. Want een overleden persoon, ja, hij is overleden. Hij kan niets meer van jou betekenen. Zeiden van, we deden dat bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Kunna nastashfi'. Ze vragen, ze vroegen de bemiddeling bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zodat hij het dua kon doen voor hun. Dat hij een smeekbede kon doen voor hun bij Allah subhanahu wa ta'ala. Maar na de dood van de profeet, deed ze dat bij Al-Abbas, zoals Omar dat deed bij Al-Abbas, de oom van de profeet. Ze vroeg aan hem van, om voor hun het dua te verrichten. Dus als iemand yani, leeft en hij hoort jou, dan mag je van hem vragen om het dua te verrichten. Of je mag van hem vragen, je mag iets van hem vragen waar hij toe in staat is. Dat is geen probleem. Yani, dat is geen probleem, zoals in deze hadith ook dat staat, yani, het tweede gedeelte, dat is wel toegestaan, dat je mag vragen aan iemand die leeft en die jou hoort, dat je, bij hem, dat je aan hem mag vragen, wil je voor ons dua verrichten? Wil je voor ons dua verrichten? Vooral als je denkt dat zo'n persoon yani, een goede persoon is, waarvan de dua yani, wordt geaccepteerd. Dat is eigenlijk waar deze hoofdstuk over gaat. Het verbod om Allah subhanahu wa ta'ala, om hem yani als bemiddelaar te nemen. Tussen hem, of hem als bemiddelaar te nemen. Tussen hem yani, en zijn schepselen. Dat is natuurlijk gewoon iets wat verboden is. Dat is eigenlijk ook iets wat niet kan. Want Allah subhanahu wa ta'ala, hij bepaalt wat er gebeurt. Hij hoeft niet, of hij kan niet genomen worden als bemiddelaar, dat hij bemiddelt. Dus je mag geen bemiddeling zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala. Maar van Allah vraag je gewoon direct. Want hij bepaalt wat er gebeurt. En hij geeft wie hij wil. En hij neemt van wie hij wil. Hij is degene die dat in zijn bezit heeft. En zijn schepping is van hem. En het bezit is van hem. Hij is de bezitter. En hij is de schepper. En hij doet wat hij wil. We laten het inshallah ta'ala hierbij. De volgende les zal de laatste les zijn van dit boek Kitab al-Tawhid. En daarna zullen we inshallah ta'ala een ander boek behandelen. Dan zullen we nog kijken wat voor boek dat wordt. Geer inshallah deze vraag. Is dat sommige mensen zweren dat zondaren gestraft worden. Bijvoorbeeld, ze zien yani, een drugsdealer en zeggen bij Allah, hij zal gestraft worden. Mag dit? Nee, dit is, yani, dit is ook niet toegestaan. Dit lijkt een beetje yani, op de situatie die in de hadith stond. Een zondaar, je mag niet yani, zweren of zeggen van Allah subhanahu wa ta'ala gaat hem zeker straffen. Want Allah subhanahu wa ta'ala, hij kan hem vergeven hiervoor. Dus of hij kan hem straffen. Als Allah hem straft, dan straft hij hem en dan is hij in principe rechtvaardig. Dan is hij rechtvaardig, want hij verdient deze straf. Als Allah subhanahu wa ta'ala wil, dan vergeeft hij hem. Hij kan hem vergeven. En hij kan misschien ook een toba verrichten. Deze zondaar kan misschien een vergiffenis vragen. En hij kan een toba verrichten. Maar ook al sterft hij op deze zonde. Zolang die zonde niet. Zolang die zonde geen shirk is. Is dat zoals Ahl-Sunnah wal-Jama'a dat altijd bevestigen. Is dat altijd
tussen, is het altijd onder de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Als Allah wil, vergeeft hij hem voor deze zonde, dan gaat hij het paradijs direct binnen. En als Allah wil, straft hij hem, dan wordt hij gestraft eerst, wordt hij gezuiverd, en uiteindelijk komt hij het paradijs binnen. Als iemand een gelovig is, een moslim is, op het tawhid zit en geen shirk heeft gedaan, en hij is gestorven op alleen zonde, uiteindelijk, als hij wordt gestraft, komt hij uiteindelijk toch terecht in het paradijs. Dus zonde, die Allah subhanahu wa ta'ala zal daarvoor beoordelen. En ook zijn daden worden gewogen. Als zijn yani, goede daden meer wegen als slechte daden, dan geldt dat ook, dat hij ook naar het paradijs gaat. Yani, je kan niet zeggen over iemand, zondaar, dat hij gestraft wordt voor zijn zonde. Behalve als het een shirk is. Als iemand sterft daarop, op een shirk, dan kan je dat zeggen. Want Allah subhanahu wa ta'ala vergeeft shirk niet. En de rest van de zonde, yani, zoals we zeiden, als Allah wil, vergeeft hij hem daarvoor. En dan uit zijn barm, uit zijn, is hij hem genadig en barmhartig en vergeeft hij hem. En als hij hem wil, straft hij hem. En dan is hij hem niet, dan is hij niet onrechtvaardig. Maar dan is hij gewoon rechtvaardig als hij hem straft. Want Allah subhanahu wa ta'ala doet niemand onrecht aan. Hij is de rechtvaardige. En zoals jullie ook weten, de hadith, hadith al-Bitaqa, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt dat er iemand komt, yawm al-Qiyamah, die namaz, en hij zal boeken vol hebben met zonden. Yani zijn boeken die geschreven zijn, waarin al zijn zonden staan vermeld. Ze zitten vol, zo ver, zeg maar, hij heeft zoveel zondes gepleegd, hij ziet al zijn zonden zo ver het oog reikt. Zoveel yani, zondes heeft hij gedaan, zo ver het oog reikt, ziet hij al zijn zondes. En zijn zondes worden gelegd op een weegschaal. En zoals jullie weten, yani, ze worden gewogen. Goede daden worden gewogen. En slechte daden worden gewogen. Onder andere, de daden worden gewogen. En ook de boeken en ook de mensen. Ze worden gewogen. En er zal tegen hem worden gezegd van, heb jij nog yani, een goede daad? Heb jij nog een goede daad? En hij zal zeggen van, yani, wat zal een goede daad mij, wat zal een goede daad yani, mij doen? Naast deze grote daden, deze grote zonden, en deze vele zonden, en deze boeken vol met zonden, wat heb ik aan een goede daad? Ja, een goede daad, hij denkt van dat een goede daad hem niet zal baten, naast deze vele zonden. En dan zal Allah subhanahu wa ta'ala zeggen van, er zal jou vandaag geen onrecht worden aangedaan. En dan zal er een blaadje tevoorschijn komen, dat ook behoort tot zijn daden. En op die blaadje staat, dat hij getuigde van, la ilaha illallah. Dat hij getuigde van dat Allah subhanahu wa ta'ala yani de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden. Dus hij had het tawhid. Tawhid, hij had het tawhid wel. En dat blaadje waar het tawhid op staat, wordt aan de andere kant van deze weegschaal gezet. En dan, als dat wordt gezet op die weegschaal, zullen die grote boeken die vol zitten met zonde, die zullen wegwaaien. Die zullen yani, wegspringen, omdat la ilaha illallah zwaarder weegt dan al deze zonden bij elkaar. En dat is natuurlijk ook een bewijs van dat Allah subhanahu wa ta'ala hem vergeeft voor zijn zonde. Dus als je ziet dat iemand op een zonde zit, mag je niet zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala hem zal straffen voor zijn zonde. Maar je mag hem wel waarschuwen. Waarschuwen. Je moet zeggen, vrees Allah subhanahu wa ta'ala. Deze zonde kan jou de hel laten binnentreden. Allah subhanahu wa ta'ala kan jou straffen voor deze zonde. Dat kan. Maar hij kan hem ook vergeven. Maar je waarschuwt hem, zodat hij misschien stopt met deze zonde. Vandaar dat, het ook, yani, dat wij ook verplicht zijn om elkaar te adviseren. En ook om elkaar om het slechte te verwerpen. Als bijvoorbeeld iemand op een zonde zit en je ziet dat en hij laat dat zien, dan ben jij eigenlijk verplicht om hem yani, te adviseren. Van broeder, taqillah, vrees Allah, dit is verboden, dit is haram, dit kan jou dunya vernietigen, dit kan jou laten. Bijvoorbeeld Allah kan jou straffen voor deze zonde en dergelijke. Yani, je waarschuwt hem, je maakt hem bang en je herinnert hem bij Allah subhanahu wa ta'ala aan zijn gunsten. Dat is wel yani, toegestaan, maar je mag niet zeggen van je wordt zeker gestraft voor deze zonde, want zoals ik net zei, Allah subhanahu wa ta'ala vergeeft wie hij wil. Mag ik nog de vraag? Net als je in de overlevering van Al-Burayda gezegd dat op het moment dat ze de vijand tegenkomen, moeten ze uitnodigen naar drie dingen. Ja. Je had gezegd islam, jizya, ja. Een derde punt was? Derde, als deze dingen niet accepteren, ja. Dan is het strijd. Oké, okay, dus. Ja. Okay. Maar Laufiek, het betaal van jizya, geldt dat alleen voor Ahlul Kitab of voor alle
Het betalen van de jizya, yani, dat geldt voor Ahl Kitab sowieso, mensen van het boek, maar ook voor Majus. Ahl Kitab staat in de Koran, over Ahl Kitab staat in de Koran, hatta yu'tu al-jizyata 'an yadin wa hum saghirun, en over Majus, zeg maar de vuuraanbidders, staat in de Sunnah, Allah, staat in de Sunnah, staat van Sunnu bihim. Sunnata Ahl al-Kitab. Dus als, wat betreft de Majus, hun betalen ook, hun mag ook al jizya, van hun mag ook al jizya yani ontvangen worden. En sommigen zeggen van dat het geldt ook voor mushrikeen. Want in de hadith staat van, over mushrikeen, in deze hadith die we het opnoemde, stond yani, voor de mushrikeen. Ja. Laatste vraag. Nee, nee, dat is geen probleem dat. Ja, als iemand bijvoorbeeld 2:30 na komt, 2:55, en dat is niet zeg maar een, ik kan zeggen, hij is de afspraak niet nagekomen zo. 2:30 en 2:55, dat kan. Dat is ja niet in de buurt. Okay? Maar bijvoorbeeld 2:30 en hij komt gewoon niet. Hij weet al van tevoren, hij komt toch niet. Okay? Maar niet, hij kan bijvoorbeeld ook vergeten zijn. Of er kan iets tussen gekomen zijn, bijvoorbeeld hij kon jou niet afbellen, dat kan ook. Dus niet gelijk negatief denken. Maar wat verboden is bijvoorbeeld het niet nakomen van afspraken. Want hij zat 2:30 en hij hecht geen waarde aan deze afspraak. Of hij denkt al van tevoren, ik ga toch niet. Of hij denkt van, weet je wat, maakt niet uit, laat het maar wachten. Ik kom wel 4:30 of 3:00, maakt niet uit. Dat is yani, niet toegestaan. Want dat is een van de tekenen van nifaq, zoals de profeet heeft aangegeven. Dat een van de tekenen van een hypocriet is, als hij met jou een afspraak maakt of een belofte maakt, dat hij die niet nakomt. Het niet nakomen van belofte is een van de tekenen van een nifaq. Dus als je weet van oké, je komt ongeveer op die tijdstip, zo half buurt, maar gewoon zo in de buurt, dan is het oké. Het is geen probleem als bijvoorbeeld iemand 5 minuten later komt. Ik denk dat iemand gelijk gaat zeggen van jij verbeekt, verbonden, jij komt je afspraken niet na en dit. Nee. Maar bijvoorbeeld als iemand herhaalt dat, of bijvoorbeeld iemand komt altijd zijn afspraak niet na, of hij komt zijn afspraak gewoon niet na, dan pas is er sprake van dat iemand iets doet wat verboden is. Eigenlijk kun je over het algemeen moet je gewoon je afspraken nakomen. Maar we moeten niet, wel natuurlijk een beetje flexibel zijn. 5 minuten te laat, 5 minuten eerder, geen probleem. Tenzij natuurlijk daar zeg maar bepaalde dingen aan gebonden, bijvoorbeeld op werk. Op werk, nou, 9 uur beginnen, moet je 9 uur beginnen. Als je bijvoorbeeld pas 8:15 komt, dan krijg je een kwartiertje gratis betaald. Heb je? Want daar heb je geen recht op. Die kwartieren die je te laat bent, daar heb je in principe geen recht op. Want je krijgt betaald voor jouw tijd. En als je dan te laat komt, heb je een probleem. Dus dan moet je die kwartier inhalen. Tenzij de baas zegt, luister eens, die kwartier, ik match jou en geen probleem. Maar bijvoorbeeld als hij dat niet weet, dan moet je die kwartier inhalen als je kwartier te laat bent. Dus als het gaat om rechten en dergelijke en plichten, je krijgt bepaalde dingen daarvoor terug. Dan moet je wel deze tijd strikt in de gaten houden. Ook qua pauzes. Dus als jullie niet te laat terugkomen van pauzes. Geer in de shan. Jere wafakakum Allah. Sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.